Yo dat mensen, welkom terug bij deze video. Mijn naam is Jack en vandaag heb ik een kleine mededeling. Want uh, zoals jullie hebben gemerkt, ik heb echt geprobeerd die video's gewoon te pompen en te updaten en te uploaden en alles. Maar het is nogal veel en heel erg pittig. En wees maar niet getreurd, want de video's komen gewoon. Alleen ik wil heel veel mededelen dat we dus wel even... Een beetje structuur moeten gaan krijgen. Want ik weet dat dat er niet volledig is. We gaan twee keer per week uploaden. Ik weet nog niet welke dagen dat gaat zijn. Of het gaat zaterdag, zondag zijn, of het gaat woensdag en één keer in het weekend zijn. En dat doen we om een beetje vastigheid te krijgen. En ook te zorgen dat die video's gewoon constant op een vaste datum uitkomen. In plaats van eventjes snel zeven video's en daarna weer een paar weken niks. Dat is ook niet leuk namelijk. En daar ben ik mezelf bewust van. Ik heb ook heel veel data klaarstaan. Zoals jullie weten, ik heb weer vol gaswerk en het is echt knijte druk. En ik kan je zeggen, ik zit bijna zo rampvol dat ik denk dat ik echt al 15 video's klaar heb staan om te uploaden. Maar die zijn nog niet geëdit, dus die moet ik editen. Ik ben gemiddeld drie uur bezig met één video editen. Dus dat is echt behoorlijk pittig. Drie uur van het editen tot het geüpload is. Dus dat is best wel Heftig als je zeg maar nog 15 à 20 video's hebt staan. Dus ik wou dat even mededelen. Ze dus komen eraan, alleen er gaat heel veel tijd in zitten. Ik bedoel, ik kan je inbeelden. Hè? Drie uur per video. Als je er 20 hebt, dan hebben we het uh, ja, even snel gezegd 60 uur dat ik ermee bezig ben om het te uploaden. Uh, ja, dat is natuurlijk heel veel. Dus ik ga proberen het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Uh, maar het wordt voor nu dus twee vaste video's per week. Uh, en ik ga gewoon proberen vandaag zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ik heb bewust maandag, dinsdag en woensdag vrijgenomen, omdat ik ook druk ben met mijn zakelijke uh, buiten-norm vrachtwagen rijden hiernaast. Dus vandaag is maandag. Ik ga vandaag helemaal op offeran editen. Morgen moet ik weer naar mijn. Ja, heb ik een vergadering. En woensdag moet ik helemaal naar Leeuwarden. Voor een uh, ja, speciale bijeenkomst, wil ik het graag noemen. Dus in ieder geval. Ik ga proberen die video's online te gooien. Dus excuses dat ze eventjes uh, worden tegengehouden. Maar voor jullie beeldvorming: ik heb zeg maar 400 gigabyte op dit moment wat ik uh, moet editen. Dan heb ik het nog niet eens over thumbnails maken, daar heb ik het nog niet eens over gehad. Dus we zijn er echt heel druk mee, maar het kan nog wel heel even duren. Ik denk dat het er wel gewoon rustig aankomt. En vooral zeker dat het mij heel goed doet dat ik ook eventjes gewoon zeg van oké, okay, twee video's per week. Want dan kan ik alvast vooruit plannen en dan heb ik zeg maar binnenkort voor twee maanden lang video's klaarstaan die gewoon worden geüpload. Um, en zo willen we allebei eigenlijk. Maar dat ben ik pas nu achter gekomen dat het, dat, dat het dit rechtstreeks en uploaden toch niet gaat lukken binnen de tijd die ik ervoor krijg. Dus uh, ja, we gaan het even op deze manier aanpassen en proberen en kijken wat het brengt. Um, dus ja, ik ga nu weer verder met editen. Ik wou het toch even gezegd hebben. Uh, er komt meer structuur in. Dus ja, waarschijnlijk woensdag en één video in het weekend. Woensdag om de week natuurlijk lekker door te breken. Want twee video's in het weekend ja, vind ik een beetje saai achter elkaar zo. Maar goed, ja, dan heb ik ook nog het bijkomende probleem dat ik thuis dus geen goed internet heb. Even voor jullie beeldvorming, ik heb vijf. Mbit, als we een master hebben, zitten we op 10 Mbit download. En upload zitten we op punt 7. En dat is altijd punt 7. Um, dus ja, ik moet ook ergens anders uploaden. Ik kan niet thuis uploaden. Dat is echt, ik weet het is afschuwelijk. Ik kan er niks aan doen. We zouden glasvezel in drie maanden krijgen. Maar de hele weg ligt hier open voor de deur. En als er dus nieuw asfalt ligt, mogen ze het ook niet openbreken. Dus voor de aankomende 5,5 jaar heb ik geen glasvezel. Dus ik moet iedere keer naar mijn kantoor om het te uploaden. Kost heel veel gezeik. Zeg maar als ik één video hier thuis upload, ben ik anderhalve dag verder voordat die geüpload is. En op kantoor ben je zeg maar drie kwartier kwijt aan één video, een uurtje aan een video. Dus ja, er zit een heel groot verschil in. Dus dan moet je ook inbeelden dat iedere keer als ik een video heb geüpload, moet ik helemaal naar mijn kantoor rijden om hem daar te uploaden. Moet ik daar nog een uur blijven en de tekst en thumbnail en alles. Dus komt gewoon, dat, dat komt er ook nog eens bij in mijn korte werkvrije uh, tijd dat ik heb om uh, aan YouTube te bieden. Maar goed, doe er niks aan. Um, ja, dankjewel voor het kijken. Dit is even een kleine kanaal-update. Ik hoop dat het een paar dingen nu duidelijker zijn. En ja, ik ga verder met editen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken. En ja, show een beetje support als je wil. En uh, wees een beetje beleefd en lief en aardig voor me. Ik ben er heel druk mee voor jullie. En ik verdien er niks mee. Dus ja, is goed. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. Let's go!